In The Legend of Zelda Echoes of Wisdom speelt Zelda voor de eerste keer, nou ja, de eerste noemenswaardige keer, de absolute hoofdrol in een Zelda game. En als je Triforce Heroes niet meerekent, is het alweer 11 jaar geleden dat we met A Link Between Worlds voor het laatst een nieuwe top-down 2D Zelda game hebben gekregen. Maar moet je dit spel kopen en is hij goud? Of kan je hem beter laten liggen en is hij bout? Dat vertel ik je aan het einde van de video. Alle ervaringen en alle beelden die je ziet in deze video zijn gebaseerd op het eerste deel van de game. Namelijk tot ongeveer een half uurtje na de eerste dungeon. Want ja, er zitten weer dungeons in. Maar laten we beginnen bij het begin. Je speelt in deze game dus met Princess Zelda. Of toch niet. Nee, je speelt als Zelda. Maar aan het begin van de game zit Zelda gevangen in een kristal. Link probeert er natuurlijk weer te redden, maar dat lukt niet helemaal. Link verdwijnt namelijk hier in dit gekke gat. Maar met de laatste mogelijkheid schiet hij nog een pijl op het kristal. En daardoor kan Zelda haarzelf bevrijden uit het kristal. Zelda zet het op het rennen en weet aan die gaten te ontsnappen. En vanaf dat moment gaat Hyrule open en is de game begonnen. Als je dingen wil weten over deze game, laat het weten in de comments en de 5 leukste vragen ga ik beantwoorden. Een like en abonneer ook gelijk even. Als Zelda eenmaal aankomt in het kasteel en haar verhaal doet bij de koning, geeft de koning orders aan de wachters om alles te gaan onderzoeken. En uit te vinden waar al deze scheuren in Hyrule vandaan komen. Er zijn namelijk wel vaker kinderen verzonken in die scheuren. Maar sinds korte tijd vallen niet alleen kinderen ten prooi aan deze scheuren. Nu is het ook de beurt aan volwassenen. Maar op dat moment gebeurt er iets wat ik niet zal verklappen. En Zelda zal het heft in haar eigen handen moeten nemen. Gelukkig krijgt ze daarvoor wel hulp van Try. Dat is dit schattige wezentje. En Try geeft haar een staf. En die staf wordt het belangrijkste wapen van Zelda in Echoes of Wisdom. Met deze staf kan Zelda namelijk echoes maken. En echoes, dat zijn eigenlijk kopieën van allerlei dingen die je in Hyrule kan vinden. Objecten zoals tafels, stenen, bedden. Natuurlijk heel belangrijk, want daarin kan Zelda ook uitrusten. Deze trampoline is een van mijn favorieten. Maar misschien nog wel belangrijker, Zelda kan ook vijanden echoen. Zelda zal hiervoor eerst de vijand moeten verslaan door bijvoorbeeld een steen op zijn hoofd te gooien. En vervolgens heb je de mogelijkheid om de echo te kopiëren en te gebruiken. Toen ik voor het eerst met deze groene vriend moest vechten, moest ik even kijken hoe ik dit aan wilde gaan pakken. En dat is tegelijk de charme van Zelda Echoes of Wisdom. Je komt continu op plekken en rond vijanden waarvan je denkt, hoe zal ik dit eens gaan doen? Er is geen goed en er is geen fout, want er zijn altijd meerdere opties mogelijk. En dat zorgt er toch wel voor dat iedereen zijn eigen spelervaring zal gaan beleven. Toen Zelda voor het eerst met haar staf naar buiten ging, zat ik behoorlijk te struggelen om bij dit kistje terecht te komen. Ik had er moeite mee. Over het algemeen zijn building games namelijk niet echt aan mij besteed. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel uur ik in deze game moet gaan steken. Vaak als je ondergronds komt, kom je in een soort van 2D vooraanzicht terecht. En in dit stukje kreeg je de mogelijkheid om hieronder een kwart hartje te bemachtigen. Ik probeerde eerst gewoon normale stenen erop te gooien. Dat lukte voor 1 kist, maar die andere kisten die kreeg ik niet weg. En toen kwam ik tot het idee dat je misschien wel van bovenaf hardere stenen naar beneden moest gooien. Dus ik klom op mijn bed en gooide de stenen naar beneden. En ja hoor, ik kon bij het kwart hartje komen. En een van mijn favoriete vijanden die je kan echoen is deze Pyrozol. En met zijn vuur kan je elk stukje gras in de fik zetten, waarmee je heel snel allerlei vijanden kan verslaan. Moet je alleen even opletten dat je zelf ook niet in de fik vliegt. En later in de game kan je deze spinnen, genaamd Strandtula's, verslaan. Ook wel handig, want als je die echoot, dan kan je dus ergens naar boven klimmen aan hun spinnenweb. En zo krijg je steeds meer en meer echo's tot je beschikking. In de intro had ik het er al over. De kerkers zijn terug. Maar voordat je de eerste dungeon kan betreden, moet je eerst naar de verlaten wereld. Dat is een soort van schaduwwereld. Try kan hiervoor een portal openen. En het ziet er heel gek uit, want allerlei kleine delen van Hyrule zijn dus opgeslot in deze verlaten wereld. En als ze te lang in de verlaten wereld blijven, dan zullen ze verdwijnen. En dat geldt ook voor alle versteende inwoners van Hyrule die nu vastzitten in die verlaten wereld. Maar die kan je dus laten ontstenen door de dungeon op te lossen. Een van de grootste feedbackpunten op
The Legend of Zelda Breath of the Wild was dat er geen echte dungeons in zaten. En ik ben super blij dat ze hier wel in zitten. Je kent het wel, van kamertje naar kamertje om kleine puzzeltjes op te lossen en sleutels te zoeken zodat je weer naar een andere kamer kan. Ondertussen moet je je geleerde Echo zo inzetten dat ze je door de dungeon heen kunnen loodsen. In deze eerste dungeon komt Zelda ook het zwaard tegen van Link. Dus nee, je kan niet met Link vechten, maar met dit zwaard krijg je wel de kracht van Link in Zelda. Die kan je niet altijd gebruiken, daar moet je wel je energiemeter voor in de gaten houden. Maar af en toe kan dit de gevechten net wat makkelijker maken. Maar mijn tofste gevecht was het gevecht met de baas van de eerste dungeon. En het eindigt altijd met een hele mooie boss battle. Dit is dus de boss van de eerste dungeon. En dit was tegelijkertijd ook het moment dat ik voor het eerst een soort van Pokémon gevoel kreeg. Deze baas had namelijk 3 fases en tijdens de 3 verschillende fases moest je de baas op verschillende plekken raken. En om die baas op verschillende plekken te kunnen raken, moest ik steeds andere echo's inzetten die plekken van die baas konden bereiken en konden slaan. Om hem aan de onderkant te raken gebruikte ik namelijk de echo van Chromadillo. Ja, een soort armadillo die je hele map rond kan rollen. En voor zijn schouder liet ik allemaal vleermuizen rond hem heen vliegen en hem aanvallen. En ik heb hem ook nog geprobeerd te raken met deze P-head, een soort van ronddraaiende groente met stekels. En door uiteindelijk de dungeons op te lossen en de bazen te verslaan, gaan de scheuren in de wereld steeds meer weg. En daardoor zijn er dus steeds grotere gebieden van de map bereikbaar. Een hele fijne bijkomstigheid in de dungeons is trouwens dat je op de map kan zien welk trappetje naar welk ander trappetje leidt. Dat scheelt wel een hoop gepuzzel. Een map die trouwens 8 keer zo groot is als de map van The Legend of Zelda Link's Awakening Remake. Dat was natuurlijk ook een game die origineel voor de Game Boy is ontwikkeld, dus die mappen konden nog niet zo heel groot zijn. Maar alsnog is dit best wel indrukwekkend. Tot nu toe heb ik nog maar een heel klein stukje van de map verkend, maar ik weet al dat we bekende volken uit alle andere Zelda games natuurlijk weer terug gaan zien. Je krijgt een keuze tussen 2 gebieden na de eerste dungeon en ik ben richting de Gerudo-woestijn gegaan. En de Gerudo-woestijn heet natuurlijk zo omdat daar de Gerudo's ook zijn. Dan is het nu wel even handig dat je met Zelda speelt, aangezien de Gerudo's altijd alleen maar vrouwen toelaten in hun fort. Scheelt weer wat verkleedpartijtjes en zo. Eenmaal aangekomen in de Gerudo-woestijn kwam ik erachter dat er ook genoeg minigames te spelen zijn. Hier moest je bijvoorbeeld binnen een bepaalde tijd 50 mango's oogsten. Iets wat nog niet heel makkelijk was. En heeft dit figuurtje zijn eigen shop waar je smoothies kan maken. Dit kan je vergelijken met het koken uit Zelda Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. En dan nu de conclusie. Is deze game goud of bout? The Legend of Zelda Echoes of Wisdom is absoluut goud. Denk niet dat dit een of andere makkelijke spin-off is. Denk ook niet dat Nintendo het zich hiermee makkelijk heeft gemaakt. Nee, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom is een hele krachtige, op zichzelf staande en vooral originele game. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom combineert bouwen, actie en platformen tot een geweldige game. Zou deze game mijn favoriete Zelda game kunnen worden op de Nintendo Switch? Oeh, misschien wel.